Welkom in de Mediatheek van Fontes Hogescholen Tilburg. In deze film bespreken we dat iedere docent in principe een leesbevorderaar kan zijn, dus jij ook. Deze film is tot stand gekomen in samenwerking met de Academische Opleidingsschool Midden-Brabant en het leesoffensief Brabant en Stichting Lezen. Dit project had niet tot stand kunnen komen zonder de samenwerking met mijn collega's Minke van Dinter en Annemarie van der A. van de Academische Opleidingsschool Midden-Brabant. En mijn naam is Susanne Smulders en ik ben leraaropleider bij de Academische Opleidingsschool Midden-Brabant en bij de leraaropleiding Tilburg. En mijn naam is Margriet Smits, leraaropleider aan Fontes Leraaropleiding in Tilburg. Iedere docent een leesbevoorderaar, dat is nogal een stevige ambitie. Hoe zou je dat nou voor elkaar kunnen krijgen in jouw school? In deze film laten we je eerst zien waarom lezen nou zo belangrijk is voor jouw lessen, voor jouw context, voor jouw school... Maar ook zeker, waarom is het nou zo belangrijk voor jouw leerlingen? Daarna vertellen we iets over de aanleiding van dit project. Want waarom doen we dit nu eigenlijk? En tot slot laten we iets zien over de manier waarop jij die rijke teksten kunt inzetten in jouw eigen praktijk, in je eigen lessen. En natuurlijk vertellen we je ook iets over waar je meer informatie zou kunnen vinden om je lessen nog beter te maken. Zuchtende leerlingen, potverdorie, die zien we toch vaak zitten. Hè? Echt een herkenbaar beeld, helaas. Toch is dat beeld dat wij hebben niet helemaal terecht. Want uit recent onderzoek blijkt dat een aantal leerlingen eigenlijk veel neutraler staat tegenover lezen dan we voorheen dachten. Zo'n 25% van de kinderen houdt eigenlijk echt best wel van lezen. 30% heeft er echt wel een hekel aan. Maar dan blijft er dus nog een heel grote middengroep over van leerlingen die op zich best zouden willen lezen, maar er niet per se heel erg van houden. Op deze kinderen, op deze doelgroep, zouden wij ons dus met name kunnen richten om onze leesbevorderingsactiviteiten in te kunnen zetten. Dat we op een gegeven moment een hekel krijgen aan lezen is best bijzonder. Want als kinderen leren lezen in groep 3, dan zien we eigenlijk dat ze over het algemeen heel enthousiast zijn en heel graag willen lezen en heel graag willen leren lezen. Het verandert pas op het moment dat kinderen dat lezen moeten gaan inzetten om te leren. Dan wordt het dus niet meer een doel op zich, maar een middel. Ja, en dan veranderen de zaken. Dan is lezen niet alleen meer een fijn tijdverdrijf, maar heb je het ook nodig om iets te bereiken. En bovendien weten we ook dat er dan andere dingen een rol gaan spelen. Ze krijgen allemaal een telefoon, ze gaan meer Netflixen, ze gaan meer gamen, ze gaan meer sporten. En uiteindelijk, als ze naar de middelbare school gaan, zijn ze ook veel meer tijd kwijt met het maken van huiswerk. Kinderen hebben het dus hartstikke druk en hebben ontzettend veel meer te doen dan alleen maar lezen. En dat is jammer, want we weten allemaal wel dat lezen heel erg belangrijk is. Dat hoort iedereen immers de hele dag door. Maar waarom is dat nou eigenlijk belangrijk? Nou, daarvoor wend ik me allereerst maar eens even tot mijn grote vriend Arthur Schopenhauer. Een oude witte filosoof, zul je denken, maar hij had wel een beetje een mooie boodschap. Hij zei namelijk: Lezen is denken met het hoofd van een ander. Denk daar eens over na. Lees is denken met het hoofd van een ander. Dat klopt eigenlijk wel, hè, als je er nog eens goed naar luistert. Want dat is ook zo. Als je in een wereld duikt die in een boek wordt beschreven, dan leer je andere mensen kennen dan de mensen met wie je normaal gesproken om zou gaan. Je komt in andere werelden. Je gaat misschien wel helemaal op reis met een personage. Dat zijn allemaal dingen die je kunt doen vanaf je eigen bank in je eigen oude joggingbroek. Lezen levert een bijdrage aan zingeving. Je voelt je beter als je hebt gelezen. Je mentale welbevinden. De kwaliteit van je leven wordt zelfs beter en het kan ook je empathisch vermogen vergroten. Kortom, door inzicht te krijgen in die ander, zul je die ander ook echt beter gaan begrijpen. Ja, je zal nu misschien denken, dat is allemaal mooi en lekker theoretisch en een beetje abstract misschien, maar in mijn lessen moeten ze gewoon doen wat ze moeten doen. Ik heb een vol programma, veel te doen, lezen doen ze maar lekker thuis. Ja, en in een ideale wereld zou dat ook zo zijn. Ja. Dan zou iedereen thuis komen en misschien een uur of misschien anderhalf uur per dag lekker met een boek op de bank gaan zitten, maar helaas is dat niet zo. We zien dat uh, lezen de woordenschat enorm vergroot. En dat heeft ook heel veel effect natuurlijk op wat wij tijdens de lessen willen bereiken. We willen namelijk dat onze leerlingen snappen wat er in teksten staat. En in het onderzoek dat uh, Mol en Bus al in 2010 publiceerden, zie je dan ook een positieve leespiraal weergegeven. Dus je begint met het lezen van kleine tekstjes. Daardoor leer je veel meer woorden kennen. Als je meer woorden leert kennen, wordt lezen makkelijker, wordt lezen leuker. Zul je misschien in je vrije tijd ook makkelijker eens een keer een tekst lezen of een boek erbij pakken. En dan kun je op school ook makkelijker teksten lezen en makkelijker begrijpen. Dus het vergroten van die woordenschat is een heel belangrijke functie van het lezen van teksten. In de 18e eeuw wisten mensen dit al. Echt waar. Daar vertel ik niks nieuws mee, hoop ik. Want in de verlichting geloofden mensen dat je van een dubbeltje een kwartje wo kon worden. En dat je van een dubbeltje een kwartje kon worden, deed je juist door te lezen. Want lezen verrijkt je leven. En door te lezen merk je ook dat je steeds meer kennis van de wereld krijgt. Die teksten uit die eeuwen gingen over ook van alles: non-fictie, fictie. Het maakte allemaal niet uit. Mensen lazen zich letterlijk rijk. Maar jongens, jongens. What went wrong? Want dat doen we niet meer. Inmiddels stellen we vast in het PISA-rapport, wat jullie ook allemaal al lang en breed ooit voorbij hebben zien komen: dat 15-jarigen van nu slechter lezen dan ooit. En dat is echt een vreselijk. Probleem voor ons allemaal. En probleem is negatief. Hè? We weten dat we dat uitdaging moeten noemen, maar dat is de uitdaging waar wij met elkaar voor staan. We kunnen immers niet verwachten dat al die leesvaardigheid alleen maar in de taallessen plaatsvindt. Dat moet veel breder worden getrokken. En daar zijn jullie ook belangrijk bij. In het Nederlands, in het Nederlandse onderwijs, gaan we ervan uit dat alle kinderen Ongeveer op niveau 2F moeten lezen aan het eind van de basisvorming. Nou, het is een beetje een theoretische verhaal hè, dat 2F, 3F, 4F. Maar als je naar de tabel kijkt, dan zie je dat 2F het minimale basisniveau is van waarop je moet kunnen lezen om te kunnen functioneren in de maatschappij. Wij als HBO'ers zitten inmiddels al op een veel hoger niveau. Althans, dat zou zo moeten zijn. Maar onze leerlingen moeten daar nog helemaal komen naar dat niveau. En dat moeten wij ze met elkaar helemaal leren. Zeker nu, hè, we zitten nu eind 2021, komt daar een nog urgentere boodschap bij. Want dankzij, of door corona, hebben heel veel kinderen thuis gezeten, hele lange tijd. En we weten inmiddels dat dat heel veel invloed heeft gehad op hun leesvaardigheid van het Nederlands. Zeker, er is ook goed nieuws, want door al het ge Netflix en het gegamed is de woordenschat in het Engels misschien wel wat vooruit gegaan, maar de leesvaardigheid in het Nederlands is zo enorm gedaald dat VMBO-leerlingen nu, op dit moment, een jaar leesachterstand hebben. En een jaar leesachterstand, jongens, dat nemen ze dus hun hele schoolloopbaan weer mee, straks op het MBO en straks misschien weer op het HBO. Moeten daar rekening mee houden. Wie slecht leest presteert slechter op school en heeft dus ook minder kansen in de maatschappij. Denk maar weer even terug aan die 18e eeuw, waar we zagen dat lezen al werd gezien als de kans om van dat dubbeltje een kwartje te worden. Nou, daar is dus niks aan veranderd. Dat zien we ook terug in de examens. Want als je niet goed kunt lezen, hoe worstel je dan in in hoe worstel je jezelf dan in godsnaam door dit soort examens? Heen. We zien hier twee examens. Examens die helemaal niks met Nederlandse taal te maken hebben. Het zijn gewoon beta-vakken, wiskunde, natuurkunde. Maar je ziet de hoeveelheid tekst op deze pagina's. Die is enorm. Gigantische hoeveelheid lappen tekst. Je moet als leerling dus heel goed kunnen lezen, analytisch kunnen lezen, om überhaupt de vraagstelling te achterhalen. Analytisch lezen is een functie die we verwachten dat onze leerlingen kunnen. Aan het einde van hun schoolloopbaan op VMBO, HAVO of VWO. Maar wanneer onderwijzen we dat nou eigenlijk in de les? Besteden we daar nou eigenlijk wel eens echt tijd aan om te kijken of ze dat wel goed leren? Dat leesvaardigheidsonderwijs, dat doen we eigenlijk meestal pas in het laatste jaar. Bij de examentraining. Dan pas pakken we die examens ter hand en dan zeggen we, jongens, kijk goed, lees goed wat er staat. Haal de belangrijke informatie eruit. Maar dan ben je natuurlijk rijkelijk laat. Want als een leerling een examen doet op zijn 16e, 17e, 18e, dan is in de jaren daarvoor al heel lang niks meer gebeurd. En dan betekent dat, dus dat hij al die tijd heeft stilgestaan, en die leesontwikkeling dus ook. Lezen wordt een stuk leuker als we dat de hele tijd met kleine beetjes blijven aanbieden... en het ook laten passen bij het vak wat we op dat moment aan het doseren zijn. Het maakt niet uit wat dat vak dan precies is. Het wordt een stuk leuker als je gewoon voor je lol kunt lezen... maar als je ook snapt dat leesplezier niet alleen maar bestaat... uit het lezen van een lekker pull -boek aan het zwembad in de zomer... maar dat je ook best wel wat plezier kunt halen aan een intellectuele uitdaging. Kennis van de wereld... Verrijkt je wereldbeeld natuurlijk ook. En dat kun je ook verkrijgen door het lezen van boeken. Dus op het moment dat je gaat lezen buiten dat ene boek bij het zwembad in de zomer, kun je ook zien dat de intellectuele uitdaging een rol gaat spelen, kennis van de wereld een rol gaat spelen, de woordenschat vergroot wordt. Kortom, dat het lezen alsmaar makkelijker en leuker wordt. En daar heb jij als docent natuurlijk een belangrijke rol in. Nou, vergeet dat niet, want jou zien ze elke dag. Jij bent een voorbeeld voor jouw leerlingen. Je laat je leerlingen niet alleen maar inhoudelijke kennis en vaardigheden over jouw vak lezen, maar door te zijn wie je bent, doe je ook voor hoe jij als volwassene bent en hoe zij dus als volwassenen ook zouden kunnen gaan zijn. Want dat zijn ze natuurlijk nog niet. Als jij dus een keertje zit te lezen, of je leest een boek voor, of je laat zien wat jij hebt gelezen, dan geldt jij hier als een voorbeeldrol, als een model. En dat is belangrijk om je te realiseren. Ook in dat opzicht is er dus echt een taak voor ons als docenten weggelegd. Niet alleen door het van onze leerlingen te vragen, maar ook door het zelf voor te leven. Nou, wat ga je dan doen als docent? Hè? En ik kijk even naar opzij, want ik wil je graag dit boek even laten zien van Aidan Chambers. Hij beschrijft heel mooi dat je als volwassene de helpende volwassene kunt zijn. Want het is nu eenmaal voor een leerling onmogelijk om een boek te kiezen wat heel goed bij hem of haar past. He, dat zul je zelf misschien ook wel ervaren: dat je denkt, ja, ik wil best iets lezen, maar het moet wel precies passen bij de hoeveelheid tijd die ik beschikbaar heb, bij mijn eigen niveau, bij mijn eigen interesses en noem het maar op. Nou, dat geldt voor onze leerlingen natuurlijk ook. En daar gaan we het. Helemaal over hebben in deze webinar. Laten we je zien hoe jij jouw vak kunt verbinden aan het maken van keuzes voor boeken, boekfragmenten, gedichten en alles wat met taal te maken heeft. Want ik wil ook nog even iemand anders citeren. Alex Bogers, die schreef in zijn schotschrift De lezer is niet dood over de ervaring die hij heeft gehad. Hij was een kansarme jongen, die opgroeide onder de rook van Rotterdam. En die zich eigenlijk door zijn leraren nooit echt gezien heeft gevoeld. En hij zegt, we missen in het onderwijs die bevlogen docent die juist dat ene vonkje bij ons leerlingen kan aanwakkeren. Nou, jij kunt die docent natuurlijk worden. De docent die dat kleine zetje geeft, die een paar leuke tips geeft, die laat zien dat lezen leuk is, die fragmenten gebruikt in de les. En degene die misschien de leerling een beetje kan optillen en kan verheffen boven het niveau. En hoe word je nou die docent, die leesbevorderaar? Dat wil je natuurlijk weten. Het helpt als er op school iets gebeurt op het gebied van leesbevordering. Misschien hangen er posters van plint of misschien zijn er projecten zoals Boek in je tas of Momentje vrij, boek erbij. Sommige scholen hebben een zwerfboekenkast waarin dat je zelf boeken kunt zetten, maar ook waaruit je boeken kunt halen. Het helpt heel erg als die leesbevordering structureel in de school verankerd is. En misschien is er wel een uitgebreide of actieve mediatheek in je school die je kan helpen met ideeën. Misschien zijn er ook wel links naar lokale bibliotheken die je kunt gebruiken om jouw lessen nog rijker te maken met leesmateriaal. Hopelijk zijn er ook fijne leesplekjes in de school, zoals bijvoorbeeld bankjes waar kinderen zouden kunnen gaan zitten, of lekkere zitzakken of andere mooie plekken waar je een boek zou kunnen lezen. Misschien komen er ook al regelmatig schrijvers over de vloer, of zijn er leesclubs waar dat kinderen aan kunnen deelnemen. Het helpt zeker ook als docenten zelf af en toe met een boek te zien zijn. Zo zou je een boek mee kunnen nemen wanneer je over de gang loopt, of misschien een aantal boeken in de klas kunnen leggen aan je tafel wanneer je les geeft. Dan kun je ook iets vertellen over de boeken die jij interessant vindt en dat vervolgens weer koppelen aan je eigen leeslessen. Uh, Weet jij op welke manier die leesbevordering op jouw school eigenlijk is verankerd? Hoe zit dat nou precies? Heb je dat al een keer uitgezocht? In elke school zijn er in elk geval talendocenten die zich bewust zijn van het belang natuurlijk van leesvaardigheid. Zij zijn daar ook in gespecialiseerd en ook veel meer mee bezig dan jij misschien als aardrijkskundendocent of biologiedocent of gymdocent. Voor iedereen is leesvaardigheid en leesmotivatie echt een grote uitdaging. En daarom zeggen we ook: he, trek het wat breder in de school. Laat het niet maar alleen afhangen van die talendocenten. Die hebben het al zwaar genoeg om hun leerlingen die boekenlijsten die zij graag gelezen willen hebben, te laten lezen. Dus als we nou met elkaar zoeken naar ingangen om die leesmotivatie aan te wakkeren en het lezen te bevorderen, dan komen we in elk geval al een heel erg groot eind. Als alle talendocenten en andere docenten rijke teksten gaan aanbieden, vergroten ze de leerlingen. Dat bedoel ik daarmee hun woordenschat, gaan ze meer lezen, weten ze ook veel beter waar ze moeten zoeken, welke onderwerpen ze interessant vinden, enzovoort. Voor de andere vakken dan de talen, is het lezen van literatuur misschien wat minder voor de hand liggen. Daar gaan we je bij helpen. Zo'n boek bijvoorbeeld als Machines Like Me van Ian McEwan is een boek dat gaat over artificial intelligence. Een, een onderwerp wat misschien ja, wat natuurkundig aandoet en misschien ook wel een ethisch probleem oproept. Maar dat zou je ook best op de leeslijst kunnen zetten voor het vak Engels. En dan sla je dus twee vliegen in één klap. Je kunt zo'n boek dus gebruiken in een vakles, althans fragmenten daaruit, of je vertelt erover. En als leerlingen dan weten dat ze het bij Engels op de leeslijst mogen zetten, zullen ze het misschien aangenaam vinden om het ook echt daadwerkelijk te gaan lezen. Nou, met behulp van fictie of van fragmenten van boeken, het hoeft niet altijd een heel boek te zijn, kun je soms ook een mooie verbinding maken met jouw eigen vak. Um, een leessuggestie die meegeven of fragmenten laten zien, bijvoorbeeld bij Griekse en Latijnen, daar zie je veel aanknopingspunten in de literatuur. Uh, het boek The Secret History van Donna Tart, dat kun je bijna niet lezen zonder enige kennis van de Griekse mythen. Uh, maar ook het werk van Harry Moelisch voor Nederlands op de lijst te zetten, is bijna onmogelijk te begrijpen als je niet een beetje weet hoe die mythen precies in elkaar zitten. Nou, daar zijn mooie verbindingen te maken natuurlijk. En ook tussen maatschappijleer en het schoolvak Nederlands is een mooie koppeling te maken. Wees onzichtbaar bijvoorbeeld van Moerat Isik. Uh... Een boek dat echt gaat over kansen en over achtergrond en de invloed van achtergrond en identiteit op de kansen die je hebt. Dat is toch een prachtig onderwerp voor de lessen bij maatschappijleer. Een iets makkelijker boek om te lezen, dus voor een iets uh, lager niveau of jongere leerlingen, is Otis van Martin Niemeyer. Gaat ook precies daarover. Of een werk van Alex Bogers, hè, al eerder genoemd. Um, gaat daar ook over, over sociale mobilisatie. Hoe kom ik verder in het leven? Maak die koppeling tussen het school ...Hoevak Nederlands Maatschappij leer en zet dat onderwerp centraal. Ook kun je bijvoorbeeld een onderwerp maken met levensbeschouwing. Als je bijvoorbeeld het land van Dadels en Prinsen leest van Frank Nellem... ...dat is eigenlijk gewoon een modern Kain en Abel verhaal. Leuk om dat natuurlijk met elkaar te koppelen en te verbinden... ...en ook daarmee te laten zien dat die Bijbelse verhalen echt nog steeds wel levend zijn in de literatuur. Historische romans zijn er natuurlijk ook heel veel. Het hele oeuvre van Rob Ruggenberg, jullie misschien al wel bekend, zijn uitstekend te gebruiken om wat context te bieden aan de droge, soms droge stoffen, hè, ik moet een beetje voorzichtig zijn met mijn woorden, die bij geschiedenis worden aangeboden. Zo geef je meteen een verhaal, laat je de personages bijzien, maar kun je wel historisch juiste feiten blijven aanbieden. Ja... Nou heb ik het alsmaar over mooie samenwerkingsprojecten. En dat zouden we natuurlijk het liefst zijn, zien, hè? dat er vakoverstijgend wordt gewerkt. En dat mensen zich bewust zijn van de mogelijkheden die je hebt juist om de handen ineen te slaan. Maar we weten ook wel dat dat in de praktijk nagenoeg ja, niet altijd mogelijk is. Vanwege de tijd die mensen hebben of moeilijk om elkaar te vinden in de school. Dus we hebben ook een aantal tips voor je waarbij je kunt kijken wat kan ik nou zelf in mijn eigen lessen doen. Wat je in ieder geval in de gaten moet houden, is dat een paar factoren echt van grote invloed zijn op leesmotivatie. Dus hoe graag leerlingen eigenlijk lezen. Het helpt in elk geval als jij ze een beetje laat zien van wat jij allemaal te bieden hebt, en wat jij allemaal weet en wat jij allemaal leest. Het helpt ook heel erg als je ze wat tijd geeft. Wat tijd in de les om te lezen. Bijvoorbeeld aan het begin van de les. Hè, dan heb je meteen een lekkere, rustige lesopening. Maar je kunt ze ook aan het eind van de les nog laten lezen. Na het afronden van de NSO laten lezen enzovoort. Voorlezen helpt heel erg goed. Lees eens een keer een fragment voor. Lees een kort verhaal voor. Wijs de leerlingen bijvoorbeeld op een mooie podcast die je hebt uh, gehoord en waarvan je vindt dat ze daar ook iets van kunnen opsteken. Een lekker rustig begin van de les, even lezen. En misschien zelfs ook nog wel een beloning. Als een leerling bijvoorbeeld een boek heeft gelezen over het onderwerp waar jij net over hebt gedoseerd, kun je daar een bonusvraag aan wijden op een toets waarmee ze net even wel een extra puntje kunnen halen. Al die factoren samen zorgen ervoor dat ze misschien leren om te lezen. Want spruitjes moet je immers ook leren, le leren eten. En zo moet je ook boeken leren lezen en leren waarderen. Jouw rol is als docent is hierin echt heel erg belangrijk. En vergeet dat niet. Laat zien dat jij zelf ook leest, dat je van lezen houdt of dat je goede tips hebt af en toe voor ze. Geef ze tijd, geef ze ruimte en zorg ervoor dat ze er ook echt wat aan hebben in jouw lessen. Als we dan gaan kijken hoe je dat bijvoorbeeld in je eigen les kan doen, dan zou je ook eens kunnen kijken naar het gebruik van graphic novels. Een graphic novel lijkt een beetje op een strip, maar dat is het net niet. Wat is nou precies het verschil? Nou, een graphic novel heeft een veel meer literair karakter. En dat heeft ermee te maken dat de illustraties heel erg samenhangen met het verhaal. En mensen die illustreren hun boeken en verhalen al eeuwen. Dat deden ze in de middeleeuwen al met die prachtige letters die ze maakten. Maar nu zie je dat de graphic novel die uh, prenten echt ondersteunend maakt aan de tekst. En de tekst zelf is ook vaak wat literairder. En er zijn prachtige voorbeelden van te vinden. Sowieso zijn heel veel boeken... Echt, vergraphic novelt, als dat een woord is. Bijvoorbeeld het dagboek van Anne Frank kun je nu als de graphic novel lezen. Maar ook een boek over natuurkunde van Bill Bryson bijvoorbeeld is beschikbaar als graphic novel. Biografieën kunnen ook een wereld openen. Denk bijvoorbeeld er eens aan om je leerlingen uh, het leven van Madame Curie te leren kennen door de biografie over haar leven te laten lezen. Zo zou je je alfa-gerichte leerlingen misschien ook wat kunnen laten interesseren voor het vak natuurkunde. Daarnaast heb je natuurlijk het bekende verhaal van John Forbes Nest Jr. We kennen het misschien als de film A Beautiful Mind, maar het is ook als een schitterend brein als boek versche verschenen. Dit maakt het voor een alfa leerling misschien veel aantrekkelijker om zich te verdiepen in de beta-vakken. En ook John Green, die ken je misschien wel. Hè? Een weefout in onze sterren is een film geweest ook, maar is natuurlijk oorspronkelijk een boek, hè? laten we dat niet vergeten. John Green houdt heel erg van natuurkunde en van wiskunde. En hij verwerkt in zijn boek heel vaak natuurkundige gegevens, um, formules en houdt zich daar heel erg mee bezig. En hij heeft zelfs ook een fantastische podcast gemaakt waarin hij van alles en nog wat behandelt. Dus dat zou ook een leuke ingang kunnen zijn om een fragment uit zijn boek te lezen, een stukje van zijn podcast te laten luisteren en vervolgens jouw les over natuurkunde, scheikunde, wiskunde te starten. Ook een vak als economie kan helemaal tot leven komen. Het is lastig hè, want zo'n onderwerp als economie is natuurlijk vrij um, voor leerlingen wat abstract kan het zijn. En het helpt juist om het wat meer concreet te maken door de onderwerpen te verbinden aan een personage. Denk maar eens bijvoorbeeld aan onze eigen Prins Bernard Jr., de Zakenprins. Prachtig boek over verschenen. En wie wil er nou niet zo rijk worden? En misschien ook wel een huisjesmelker. Maar ook non-fictie kan een hele grote rol spelen in je lessen. Bijvoorbeeld het werk van Rutger Bregman, Gratis geld voor iedereen, dat gaat over het basisinkomen. Wat is er nou mooier dan om jouw les over um, wat geld doet met mensen, over sociale economie, et cetera, om dat te verbinden aan een concreet verhaal. En dan hebben we ook nog bijvoorbeeld onderwerp als de kledingindustrie. De kledingindustrie heeft heel veel, daar gaat heel veel geld in om, maar tegelijkertijd heeft dat ook heel veel effect op het klimaat, maar ook op de sociale ongelijkheid. Daar gaat het boek Made by Indira over. En dan zie je ook een beetje de achterkant van die kledingindustrie. Dus ook economie kunnen we aankleden als het ware met mooie fictiefragmenten. Nou dan komen we bij de kunstvakken. En ja, god, nou vraag je het aan een neerlandicus, maar literatuur is natuurlijk al een vorm van kunst, dus ik zou zeggen prima. Maar in de praktijk kun je een prachtige verbinding maken tussen beeldende kunst en literatuur. Als een echte goed onderlegde docent Nederlands weet je dit misschien al. En misschien ben jij een docent beeldende vorming en weet je het ook al. Um, maar er zijn ontzettend veel boeken geschreven, biografieën of verhalen eigenlijk die gemaakt zijn op basis van het leven en het werk van schilders. Denk maar aan het meisje met de parel. Dat gaat natuurlijk over het meisje met de parel van Johannes Vermeer. Uh, ook het puttertje van Donna Tartt die overigens nu heel leuk naast elkaar hangen in het Mauritshuis in Den Haag. Ook over het werk van Rembrandt is ontzettend veel geschreven. Daar kun je ook veel uithalen als je dat wilt bespreken, bijvoorbeeld bij CKV. of als je leerlingen in de bovenbouw komen en de kunstvakken volgen. Een bekend kunstwerk als uitgangspunt nemen en daar zelf een verhaal over schrijven. zou ook een leuke vakoverstijgende opdracht kunnen zijn. Dat hebben ze bijvoorbeeld ook gedacht bij het Rijksmuseum. Daar hebben ze de bekendste kunstwerken uit het Rijksmuseum laten zien. Nou ja, verwoorden eigenlijk, een verhaal bij laten maken door bekende Nederlandse kinderboekenschrijvers, en dat is een prachtig boek geworden. Goed te lezen voor een onderbouwklas nog, en ook leuk om als voorbeeld te nemen, als uitgangspunt te nemen wat kunst eigenlijk met jou doet, hè? en hoe het vatbaar is voor interpretatie. Dan hebben we ook nog korte verhalen. Daar kun je natuurlijk ontzettend veel mee. Het korte verhaal 'Poep' bijvoorbeeld van Manon. UPHOF is een heel sprookjesachtig verhaal. wat zich uitstekend leent. om te koppelen aan beeldenvorming. Want hoe zou je dat verhaal nu in beeld kunnen brengen? Wat heb je daarvoor nodig? Mooie praktijkvoorbeelden, denk ik. om echt meteen mee aan de slag te gaan. Het prikkelt echt de verbeelding. en al je zintuigen. Dan hebben we de overlap eigenlijk. tussen feiten en fictie. Want ik heb net al genoemd: hè, je kunt ook best iets doen met. Non-fictieteksten. Dat is ook prima, want lezen is lezen, of het nou fictie is of non-fictie. En wie er heel goed in is om die non-fictie, dus echt feitenkennis, op een prachtige, een beetje literaire manier te verwoorden, is Bibi Doumantak. Zij heeft bijvoorbeeld het werk Winterdieren geschreven, waarbij ze allerlei dieren op een prachtige manier omschrijft. En dan zie je de verbinding eigenlijk ontstaan tussen biologie en literatuur. Het hoeft niet altijd alleen maar feitelijk te zijn. Je kunt het ook mooi inkleden in een goed verhaal. En daar weet je alles over. Maar ook als het bijvoorbeeld gaat over zintuigen, is de geur van groen een aanrader. Of als het gaat over erfelijkheidsleer. Hoe leuk zou het zijn om de plot van de passievrucht van Kauwe Glastra van Loon als uitgangspunt te nemen voor jouw lessen erfelijkheidsleer? Misschien vind je het lezen van hele boeken wel wat veel voor in jouw lessen. Denk dan eens eraan om bijvoorbeeld fragmenten in je lessen te gebruiken uit boeken. Je kan ook denken aan korte verhalen die gaan over thema's in jouw lessen. Of misschien artikelen uit de krant over relevante gebeurtenissen die in het nieuws zijn geweest, die je weer kunt linken met jouw eigen lesmateriaal. Ook hier kun je dan weer leesbevorderingscampagnes gebruiken, zoals bijvoorbeeld De Weddenschap. En dat is specifiek een campagne die gaat over het VMBO. Leerlingen kiezen daar drie boeken en die lezen ze in zes maanden onder begeleiding van bekende Nederlanders samen door. Dat zou je dan weer kunnen gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld nieuws in je klas. En op die manier je lessen actief meteen kunnen verrijken. Een mooi project voor jouw lessen kan ook bestaan uit het samenstellen van een mooie muurkrant over een bepaald onderwerp. Je kan bijvoorbeeld denken aan een geografisch onderwerp zoals migratie of bepaalde natuurverschijnselen. Je zou je bij kunnen denken een gebruik maken van het boek Overspoeld van Gideon Samson. Dat vertelt het waar gebeurde verhaal over een jongetje in Azië die een tsunami overleeft. Je kan het combineren met informatie over natuurrampen, de opwarming van de aarde, opbouw van steden, sloppenwijken die daar ook weer bij horen. En vervolgens kun je leerlingen daar weer een prachtig project van laten maken. Dat kun je eventueel combineren met andere vakken. Ook Litlab biedt materialen aan om bijvoorbeeld romans over de klimaatcrisis in jouw lessen te verwerken. En dan is er nog poëzie. Gedichten hangen bijvoorbeeld op stations. Je komt ze ook wel eens tegen in de trein. Maar je kunt ze ook behoorlijk goed gebruiken in je eigen lessen. Poëzie klinkt misschien moeilijk en wat ver van je bed. En misschien is het niet het eerste waar het je aan denkt als je denkt aan het verfraaien van een PowerPoint of het meer rijk maken van zo'n PowerPoint met leesmateriaal. Maar het kan toch. Leerlingen die hebben Instagram en misschien zijn ze ook al bekend met een aantal Instagram poëten. Insta-poëzie is behoorlijk in opkomst. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan poëten zoals Jesse Laporte, Merel Morre en Ruby Kaur. Dat zijn allemaal dichters die Instagram gebruiken als medium om hun werk aan de wereld kenbaar te maken. Zulke insta-poëzie maakt de gang naar echte diepgaande poëzie ook wat vloeiender. Leerlingen die vaak dit soort korte spreuken lezen, die zullen zich competenter voelen om ook diepere gedichten te gaan lezen. En misschien durven ze het dan ook wel aan om samen met jou of in samenwerking met andere leerlingen dichtenbundels te openen en die ook te gaan lezen. Poëzie is werkelijk voor iedereen geschikt. Omdat het korte, kernachtige teksten zijn die heel goed passen bij de belevingswereld van jouw leerlingen. Je hoeft er niet meteen iets mee, maar gebruik ze bijvoorbeeld om je PowerPoint mee te verfraaien of hang een gedicht op in je les. Je kunt ook een gedicht aan het einde van je proefwerk plakken of naast het huiswerk plaatsen wanneer je het op het bord zet. Poëzie is toegankelijk omdat het via social media verspreid wordt en zelfs op straat te lezen is. Nou, ben je nou geïnspireerd geraakt om meer zelf te lezen of misschien zelfs wel om meer literatuur in jouw eigen lessen te gebruiken? Nou, dan is onze missie helemaal geslaagd. Dat zou top zijn natuurlijk als je aan de slag wil, maar je denkt ja, dit was leuk, maar ik heb echt nog meer concrete ideeën nodig, ga dan eens naar je lokale bibliotheek. Lidmaatschap is voor iedereen tot en met 18 jaar gratis en daarna voor heb je voor een paar tientjes per jaar alle boeken die je maar wilt tot je beschikking en ook nog eens een keer deskundige hulp. Dus doe dat zeker, loop zeker een keertje binnen. Boekentips kun je ook vinden op de online Bieb, de jeugdbibliotheek en ook bij Stichting Lezen is heel veel informatie te vinden over literatuur, maar ook over de achtergronden daarvan. En dan wil ik afsluiten met toch een sprankje hoop, jongens. Want hè, we hebben al zo vaak genoemd dat het slecht gaat met de leesvaardigheid van onze jeugd. Maar uiteindelijk blijkt toch, in de coronatijd zijn steeds meer mensen gaan lezen. Ja, op een gegeven moment ben je wel uitgenetflixed. Dan moet je toch eens iets anders. En dat wandelingetje om het blok kennen we ook wel. Dus grepen mensen weer massaal naar boeken. En dat is hoopvol. Want zo blijkt maar weer, hè, iets wat we Vroeger misschien graag deden en toen een hele lange tijd even hebben laten liggen. Dat betekent niet dat je er nooit meer naar zal grijpen. Uiteindelijk, op een of ander moment, kom je altijd weer terug bij boeken. En daarom zeg ik ook: iedere docent kan dit. Iedere docent kan echt een leesbevorderaar worden. Dus jij ook.